We staan vandaag weer in het winkelcentrum van Kampen en we gaan een praatje houden met de mensen hier op straat. Binnenkort is Bevrijdingsdag aanwezig op 5 mei. Hebben jullie plannen daarvoor? Nee. Nee, ik hoop niet. Betekent iets voor jullie die Bevrijdingsdag? Ja, dat mensen zijn, dat Nederland is bevrijd, zeg maar. Dat weet ik alleen. En vier je dat op een speciale manier of doe je niks? Ja, we gaan altijd 's avonds naar het kerkhof of zo. Ja. Ja, wij hebben een dode herdenking bij ons en dan heb je een begraafplaats waar al die mensen zijn begraven. En daar gaan we dan met z'n allen het Wilhelmus zingen en dan heb je 2 minuten stilte voor die mensen. Dat gebeurt jaarlijks? Ja, elk jaar. Binnenkort 5 mei is Bevrijdingsdag. Betekent dat wat voor u? Nou, het betekent zoveel dat we dus nu ons eigen vrij kunnen bewegen. En de Bevrijdingsdag die heb ik dus daadwerkelijk zelf meegemaakt. Ik heb zelfs op de Dam gestaan toen er geschoten werd. Nou, ik heb niet zoveel natuurlijk van de oorlog meegemaakt, maar de laatste 44, 45 heb ik wel bewust meegemaakt. En viert u die dag, zeg maar, op een speciale manier? Ja, dat slijt op een gegeven moment natuurlijk. U doet niks mee? Ja, nou ja, ik doe niks meer. Ik werk niet meer als je dat bedoelt. U werkt op die dag? Ik werk niet meer. Je werkt niet meer, oké. Okay. Dus geniet van uw dag. We genieten gewoon van ons pensioen. Of in Nederland, of we zijn ergens anders. Maar, en dat hebben we dus aan de Bevrijdingsdag te danken. Er is geweld geweest bij DOS Kampen afgelopen week. Heb je wat van gehoord? Ja, ik heb er wat van gehoord, ja. En wat vind je ervan? Ja, niet goed natuurlijk. Wat moet er dan gedaan worden, denk je? Ja, meer voetbal, minder ruzie maken. Maar weet u de zaak, hoe het is gebeurd? Nee, ik was er niet bij, dus ik kan niet zeggen wat er is gebeurd. Wat vindt u in het algemeen van geweld in sport? Ja, geweld is niet goed en sport is wel goed. En wat vind jij ervan? Geweld moet je niet doen. Heb je het zelf ineens meegemaakt? Geweld? Ik ben uiteraard wel eens een keer boos, maar ik ga niet iemand, kapot trappen of zo. Dat ga ik niet doen. Ik los liever dingen op met woorden dan dat ik iemand op zijn bek sla. Afgelopen week was er geweld in DOS Kampen. Hebben jullie wat van gehoord? Nee, daar heb ik helaas niet van gehoord. En jij? Nee, niks van gehoord. Nee. Wat vind jij van geweld in algemeen in sport? Absurd. Ik vind dat sport eigenlijk gewoon een spelletje is. En dat het niet gepaard moet gaan met geweld. En jij? Ja, het is natuurlijk heel raar als mensen gaan vechten, terwijl eigenlijk gewoon een spelletje inderdaad gespeeld moet worden. En ja, dat hoort er eigenlijk gewoon niet bij. Het moet gewoon gezellig zijn eigenlijk. Hoe kunnen we dat voorkomen, denk je? Ja, dat zou ik niet weten. Nee, het is... Ik denk niet echt dat het met alcoholgebruik te maken heeft. Ik denk dat het meer gewoon een soort van, ja, niet echt beveiliging, maar sociale controle is denk ik heel belangrijk. En heb jij er ideeën voor? Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Ik heb het zelf ook een paar keer meegemaakt bij regionaal voetbal. Dus dat speelt het vooral heel erg. Terwijl het daar eigenlijk helemaal niet nodig is. Het is over het algemeen is sowieso niet nodig, maar vooral bij regionaal voetbal is het absurd dat het gebeurt. En wat er tegen gedaan kan worden, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Afgelopen week was er geweld in DOS Kampen, in het wedstrijd tegen Harderwijk. Heeft u wat van gehoord? Ik heb er niets van vernomen, nee. Nee. En wat vindt u in het algemeen geweld op in de sport en op voetbal? Nou, voetbal, bij topsport komt het wel eens voor. Geweld hoort eigenlijk bij elke topsport. Maar ik kan me wel voorstellen dat veel mensen daar niet blij mee zijn. En ik ook niet. Ik heb het eigenlijk ook niet verwacht in een club zoals DOS Kampen, want ik ben er best bekend mee. Wat zou je zelf vinden, dat, zeg maar, hoe het verder moet aflopen? Als bestuur van beide clubs het gewoon met elkaar aangaan en het gewoon aan gaan pakken. Want als het zo erg is, hoe ik het zeg maar nu verneem, dan moet het inderdaad aangepakt worden. Maar het moet beginnen bij het bestuur van de clubs.